Ik geloof dat het gegrom hier vandaan kwam. Hoor je dat? Ik geloof niet dat we daar naar binnen moeten gaan. Maar we moeten Snape tegenhouden. Ga maar verder, Harry. We zijn vlak achter je. Typisch Hagrid om dit monster pluisje te noemen. Ik probeer de fluit. Misschien dat pluisje dan een poosje gaat slapen. Wees voorzichtig, Harry. Wil jij eerst, Hermeline? Nee, dat wil ik niet. Oké, zie je over een minuut of wat, hoop ik. Het is oké, een zachte landing. Jullie kunnen springen. Kom op, Harry. Wat dit is! Duivelstrik! Volgende keer zal ik opletten bij kruidenkunde. Help! Het is duivelstrik! Probeer niet te dicht bij die tentakels te komen. Incendio! 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 Dankjewel, Harry. Dat scheelde een haartje, Harry. Deze kant op, Harry. Je moet de sleutel te pakken krijgen, Harry. Tijd om je vaardigheden in zwerkbal uit te proberen. Omhoog! Succes, Harry! Goed gedaan, Harry. Laten we kijken waar dit naartoe leidt. De volgende puzzel is een gigantisch schaakbord. Ron is al verder gegaan om een potje te spelen. Ik hoop dat hij oké is.
Oh, Ron, is alles goed met je? Ik heb de meeste stukken verslagen, maar ik heb pijn. Vanaf nu zul je het alleen moeten doen, Harry. Harry, je moet voorzichtig zijn en de stukken ontwijken. Ze bewegen telkens één vakje per keer. Je moet ervoor zorgen dat de stukken met elkaar gaan vechten om veilig aan de overkant te komen. Harry, stap het bord op om het spel te starten. Wees alsjeblieft voorzichtig. Wordt geblokkeerd door magisch vuur. Het ziet er naar uit dat je de juiste toverdrank moet kiezen. Pas op, Harry. Het kan gif zijn. Volgens mij kan deze ons door het vuur helpen. Let op en kijk goed naar de juiste toverdrank. Kies vervolgens verstandig. Flipendel! Daar begint het weer. Flipendel! Het gaat nog sneller deze keer. Verwarrend. Flipendel! Nou, dat is belachelijk! Harry, je hebt de juiste gekozen. Je moet Snape alleen vinden. Ik ga terug om Ron te helpen. Succes, Harry!
Ik vroeg me al af of je hier zou verschijnen, Potter. Ik neem aan dat je iemand anders had verwacht. Maar ik ben het, de bange, stotterende professor Krinkel. Je bent veel te nieuwsgierig om lang in het land der levenden te blijven. Flippendo! 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 Au! Au! Flippendo! 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 Verdomme, Potter! Je zult niet nog een keer slagen! Geef me de steen. Laat me met hem spreken terwijl we elkaar aankijken. Meester, u bent niet sterk genoeg. Hier ben ik wel sterk genoeg voor. Misschien kan ik de sport verbinden en spreken op de wankele pilaren. Dolfen! Dolfen! Het is er! Flippendo! Geef mij de steen! Flippendo!
Je zult voor me buigen, Potter. Pergamentus glimlachte. Wat zich tussen jou en professor Krinkel heeft afgespeeld in de kerkers, is strikt geheim, zei hij. Vandaar dat de hele school op de hoogte is. De steen was vernietigd, maar Harry vreesde dat dit de terugkeer van Voldemort niet zou kunnen tegenhouden. Pergamentus knikte en zei dat hij hetzelfde vreesde. Desalniettemin, Harry, ook al kunnen onze inspanningen de terugkeer van Voldemort alleen maar vertragen, met een beetje geluk krijgt hij zijn krachten nooit meer terug. Dus de steen is verdwenen, zei Ron uiteindelijk. Harry knikte. Hij was blij dat het allemaal voorbij was. Toen haalde Ron een gloednieuwe kaart van beroemde heksen en tovenaars uit zijn gewaad en gaf deze aan Harry. Nu heb je de hele reeks compleet, Harry, zei Ron. Harry was sprakeloos. Harry ging die avond in zijn eentje op weg naar het eindejaarsfeest. De grote zaal was versierd met groen en zilver, om te vieren dat Swadderich de afdelingsbeker had gewonnen. Toen Harry binnenkwam, viel er een doodse stilte. Hij ging tussen Ron en Hermeline zitten en probeerde het gestaar van de andere leerlingen te negeren. De afdelingsbeker, kondigde Pergamentus aan, gaat naar het team met de meeste afdelingspunten. Op dit moment lijkt dat Swadderich te zijn. Een storm van applaus en gejoel klonk op van de tafel van Swadderich. Maar, vervolgde Pergamentus, wegens pure lef en uitzonderlijke moed ken ik 60 punten toe aan meneer Harry Potter en dus aan Gryffindor. Aan Harry's tafel werd gejoeld en geapplaudisseerd. Met deze extra punten
had Gryffindor de afdelingsbeker gewonnen. Het was de mooiste avond van Harry's leven. Mooier dan het winnen van een zwerkbalwedstrijd. Beter dan Kerstmis of het bewusteloos slaan van bergtrollen. Hij zou deze avond nooit, nooit vergeten. Mm.